Leuk dat je kijkt naar Paardenpraat V. Afgelopen draaidag, toen we video's gingen opnemen voor Paardenpraat V, heb ik op mijn Instagram een oproepje gedaan waarin ik vroeg of mensen hun leukste video-idee wilden inzenden. En dat video-idee ging ik dan opnemen. De vorige keer was het dus geblinddoekt paardenraden. En nu heb ik gisteren weer zo'n oproepje geplaatst. En er zijn super veel leuke ideeën binnengekomen. Ik heb ook heel veel dingen in mijn standaard videolijstje gezet. Maar één van de vragen die we dus vandaag gaan doen is: hoe kun je je laarzen het allerbeste poetsen? Dat is gesteld door Vicky.kus123. Dankjewel voor je vraag. Ik heb alle spulletjes verzameld en ik ga vandaag laten zien hoe ik mijn laarzen poets. Laarzen, paardrijlaarzen, heb je van verschillende soorten materialen. Je hebt rubberlaarzen, dat is wat ik vroeger had. Kunstleer, die zien er heel mooi uit, net echt, maar die zijn vaak een stuk goedkoper dan echt leer. En je hebt laarzen van echt leer. En dan heb je rundsleer, kalfsleer, echt van alles en nog wat. Dit zijn mijn eigen laarzen, dit zijn laarzen van leer. En deze zijn ook nog helemaal gecustomized. Dit zijn dus de mijne. Ik heb donkerbruine en mijn stikseltjes zijn oranje. En ik heb dit hele mooie, ja, dat heet honeycomb, dus zeg maar honingraadpatroon. En ja, deze zijn dus van mij. Je hebt dus verschillende materialen en aan de hand van het materiaal hoort daar ook een bepaald manier van schoonmaken bij. Ik ga het nu alleen doen voor leren laarzen. Dit kan op zich ook wel voor kunststof laarzen, maar in principe is het beste voor leren laarzen. Deze laarzen zijn dus zeg maar gedesigned door mij. Ik heb gewoon gekozen welke leertjes ik graag wil hebben van ja, de collectie die ze hebben. En er was dus iemand anders die had gevraagd, je moet zelf laarzen designen, dat lijkt me heel erg leuk. Dat ga ik dus binnenkort doen, maar niet zoals nu dat ik kan kiezen uit leertjes, maar echt helemaal zelf. Beetje geheim houden nog, want ik weet er nog niet al te veel over, maar je kunt daar denk ik een video over verwachten. Ik heb hier wat spulletjes liggen die ik ga gebruiken. Wat materialen. Ik heb vaak sponsen, iets van een handdoek of een zachte doek. Ik gebruik heel vaak een hoevenkrabbertje, voornamelijk voor het borsteltje aan de achterkant. Ik heb wat gewone spulletjes waar je ook je zadel in je hoofd stelt, dus al je leerwerk mee schoonmaakt. En ik heb spulletjes die speciaal van de laarzenmaker of van de schoenmaker zijn, die ook speciaal zijn bedoeld om je laarzen schoon te maken. Ik heb een bepaalde routine die ik volg. Er zijn dingen die ik, nou niet elke dag, wat ik eigenlijk elke dag zou moeten doen, doe. En er zijn ook dingen die ik dan doe voor een wedstrijd. Ik ga het vandaag doen zoals ik het zou doen voor een wedstrijd. En waar ik dan vaak mee begin, is dat ik gewoon een laars pak. En dat ik mijn spons een klein beetje vochtig maak. Dat heb ik nu al gedaan. En dat ik daarmee het allerergste vuil ga weghalen. Dus je kan hier aan de binnenkant zien dat hier allemaal huidvet zit van paarden. Het is geen stof, het is echt ja, vet, huidvet. En dat gaat er eigenlijk niet af als je gewoon zo met een handdoekje eroverheen gaat. Dus ik haal dit heel vaak weg met een, ja, met een wat vochtig sponsje. En mocht er nou echt viezigheid zitten op mijn hak bijvoorbeeld, dan doe ik niet op het leer doen, alleen op de hak. Doe ik heel vaak met dat borsteltje van de hoefkrabber, haal ik dat ook weg. Of als er een stukje poep zit, dan pik ik dat zo eraf. Dus dan kan ik dat zo doen. Bij mij zijn mijn hakken best wel schoon. Dat komt omdat ik net nieuwe heb. Als je je laarzen heel veel gebruikt, dan, en dat is trouwens ook zo bij je schoenen, dan slijten je hakken. Dit is je hakgedeelte en dat slijt als het ware af. Dus op een gegeven moment dan ja, wordt dat gewoon zo ja, platter, afgesletener. En dan moeten er nieuwe onder. Meestal dan steek ik mijn arm in de laars, of de laars om mijn arm. En dan kan ik zo op deze manier poetsen en dan kan ik hem ook makkelijk zeg maar roteren en omdraaien. En dan kan ik gewoon overal bij. Ik ga nu even dat vieze huidvet weghalen met een vochtig sponsje. En mocht je nou een keer zoiets hebben van nou hier zo tussen die, ja, tussen die naad waar je laars over gaat in je zool. Mocht daar nog eens een keer iets vies tussen zitten, dan kun je een tandenborstel nemen met zachte haartjes. En dan kun je daartussen zo tandenborstelen en dan kun je die naad schoonmaken. Het grove vuil is er nu vanaf, dus het zand en het huidvet. En nu ga ik ze echt schoonmaken, dus het leer schoonmaken. Ik doe dat, misschien gek, maar ik doe dat het allerliefst gewoon met zadelzeep. Dus dit is echt ja, zeep voor leer, om het echt schoon te maken. Ik vind dat het allerfijnst. Ik ga even de deksel afdraaien, want ik heb er net een klein beetje water in gedaan. En dat is misschien een vreemde tip, even het water zo eruit.
Als je zadelzeep gebruikt, dan is dat een beetje droog, zeg maar, net als dat je een blok zeep hebt. En heel veel mensen maken dan een spons nat en dan gaan ze in die zeep en dan gaan ze schoonmaken. Maar als je je spons nat maakt en dan in die zeep gaat, dan krijg je heel vaak van dat witte schuim. En dat gaat dan in die naden zitten en dan krijg je allemaal van die witte schuimnaden. Dat is heel erg vies. Je kunt veel beter je zeep nat maken, dus gewoon even onder de kraan en dan het water eruit. Nou, ik heb nu geen kraan bij de hand, dus ik heb even het water erin laten zitten. En dan met een droge spons in je zeep en dan schoonmaken. Daar waar die plekjes net waren met al dat huidvet, hebben je laars eigenlijk wat meer te verduren, want dat bijt een beetje in het leer. Dus ik zorg altijd voor dat ik op die plekjes echt extra goed schoonmaak. En ik zorg ook voor dat ik probeer om een beetje de naden te verwijderen. Want ik heb dan van die oranje naadjes en als ik dan heel erg veel zadelzeep erop ga smeren, dan worden die naadjes een beetje donker en dat is zonde van die mooie oranje kleur. Zo, nu heb ik ze met zadelzeep schoongemaakt en ze zien er nu al een heel stuk beter uit. Ze glanzen weer mooi, ze zijn weer mooi schoon en er zijn nu verschillende dingen die je kunt doen. Soms zijn je laarzen toe aan een beetje extra voeding, zeker als het een beetje droog, heet weer is. Dan kun je er iets voedends op smeren. Ik gebruik vaak iets van de groene meneer, van de laarzen meneer. Wat je ook kunt doen, maar ik ben daar zelf wat minder fan van, ik weet niet zo goed waarom, is lederdressing gebruiken. Dat is een soort melkachtige substantie. Ik kan dan een beetje op een spons gieten. Een soort melkachtige substantie wat ook lekker vet is en voedt. Je kunt ook lederolie gebruiken, maar op bruine laarzen is dat heel vervelend. Want ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen die zegt, ja, bruin leer leeft. En dat klopt ook wel, want zodra je het koopt, heeft het een bepaalde kleur en uitstraling. Maar gedurende de jaren verandert dat telkens. Wordt het een beetje donkerder, een beetje lichter en verandert het een beetje van kleur. En zwart heeft dat bijvoorbeeld niet. Dus je kunt op zwart kun je veel makkelijker een vettig product gebruiken dan op bruin. Wel heel goed zorgen dat je alle naden overslaat, want van hele vettige producten worden die naden een beetje zacht en dan gaan ze kapot. Ik ga nu een heel klein beetje van die lederdressing, want het zit toch op mijn sponsje, even een beetje hier op de neus doen bij de kreukeltjes waar ze eigenlijk het meeste verduren hebben. Ik heb bij mijn laarzen verschillende soorten leer. Al dat donkerbruine is gewoon kalfleer, maar dit stukje hoort onder de lakleer. En daar kun je dus niet gewoon op met gewone leerproducten. Daar heb je dan weer speciale dingen voor. Dit is gewoon van de schoenmaker, van de laarsmeneer, waar mijn laars ook van zijn. En dit is speciaal bedoeld voor lakleer. Dit is een flesje met een vloeistof en daar kun je dan het lakleer mee oppoetsen. Dit kwam met een heel erg handig doekje wat ik ergens heb neergelegd dat ik momenteel even niet kan vinden. Dus ik heb gewoon even een doekje uit de keuken gepakt. Heel even schudden, openmaken en dit moet je niet inademen. De eerste keer dat ik dit deed, was het open en toen deed ik echt zo. En toen ging daarna echt half van mijn stokje. Dat is niet, volgens mij is het echt ook heel giftig om in te ademen. Ik doe er een beetje zo van op mijn doekje. Klopje erop, want ik ken mezelf. En dan kan ik daarna dat lakleergedeelte kan ik dan oppoetsen met dat speciale spul. Het stinkt echt enorm. Soms gebeurt het wel eens, zeker als je nieuwe laars hebt, als ze net nieuw zijn, dat ze nog een beetje strak zitten of dat ze pijn doen in je knieholte. Je hebt er speciaal spul voor. Ik wist dat niet. Dit is ook gewoon van de schoenmaker, van de laarsmaker. Het heet Walk Away. Een knellend probleem, soepeltjes opgelost. Dit is een spray. Oh, wat? Hoe? Het is een spray en je kunt dat aan de binnenkant van je laars sprayen en dan wordt het ietsje zachter en ietsje soepeler. Meegenomen van mijn moeder, want die heeft daar dus last van, want die heeft net nieuwe laarzen. Ik wist niet dat het bestond. Goeie tip voor als je er ook last van hebt. Nu heb ik hier het telefoonnummer van mijn laarsmaker. En ik wil hem eigenlijk gewoon bellen. Hij weet van niks. Hij weet serieus niks van niks. En vragen of hij hier nu live met jullie als laarzenmaker en schoenmaker zijn beste onderhoud / schoonmaaktip met jullie wil delen. Ik weet alleen niet of hij opneemt, dus het is een probeersel. Ik weet ook niet wie ik aan de telefoon krijg. Goedendag, met de schoenmakerij Bas Schoonhoven. Hey Bas, je spreekt met Esra. Hey Esra. Hey, hallo. Bas, voordat je verder nog iets zegt, je bent nu live in een video. Live in een video? Ja, live in een video via de telefoon.
Oké. Leuk, hè? Ik heb namelijk ik heb een opwelling. Ik maak een video over laarzen poetsen. Wil jij jouw absolute nummer 1 tip voor het schoonmaken en onderhouden van je laarzen met ons delen? Nummer 1 tip. Neem er de tijd voor. Neem er de tijd voor? Ja. Oh, dat wordt vaak heel snel gedaan. Dat mag ik zelf dan ook wel eens wat beter opvolgen. Ja. Neem er de tijd voor. En wees net zo kritisch op je laarzen als dat je op de verzorging van je paard of pony bent. Oké. Nou, dankjewel. Jongens, het langste mee. Neem de tijd voor, dan gaan ze het langste mee. Nou, bedankt voor deze random tip en voor dit zeer korte interview. Thank you. Doei. Iets wat ik zelden doe en eigenlijk nooit echt heel erg doe bij bruinlaars is schoensmeer gebruiken. Want schoensmeer droogt leer een beetje uit. Dus wat ik doe is dat ik echt alleen schoensmeer gebruik op het moment dat er bijvoorbeeld een verkleuring komt. Of als ik stel voor dat er bijvoorbeeld een kras op zit en dat is lichter dan de rest, dan kleur ik dat in met schoensmeer. Maar verder gebruik ik het liever niet. Soms bij zwarte laarzen, als ik ze echt extreem mooi wil maken, dan doe ik het wel. En wat dan helpt, is dat je, dat moet je wel even vragen aan je ouders of ze dat willen, daarbij willen helpen. Die ouderwetse schoensmeer, die harde, die kun je aansteken met een aansteker. En dan is er even een vlammetje en dan doof je dat weer. En dan krijg je de allerbeste, allermooiste, allerdiepste zwarte kleur. En dan nog echt mega common sense. Doe gewoon een klein beetje voorzichtig mee. Draag je laarzen alleen tijdens het rijden. Als je van je paard afkomt, trek ze uit, trek stalschoenen aan. Niet in het water gebruiken. Niet ermee gaan zwemmen. Niet ermee je paard gaan afspuiten. Ook niet even snel. Zet ze ook niet onder de verwarming, bijvoorbeeld in de winter, omdat het koud is. Dat leer droogt super erg uit. Niet doen. Gewoon mooi zuinig op zijn. En als je nieuwe laars gaat kopen, is het beste om daar een beetje in te investeren. En je hoeft echt geen laars te kopen van €2000. Maar zorg ervoor dat je een goede kwaliteit laars hebt. En zorg dat ze goed worden aangemeten. Dus dat je echt zeker weet dat ze nu heel goed passen op elk moment van de dag. En dat je er echt nog jaren mee kan doen. Dit zijn hele oude laarzen. Ook van Petri. Hetzelfde merk als deze. Deze zijn 20, 25 jaar oud. Echt heel erg oud. Ze staan ook duidelijk niet op spanner. Ze staan echt heel zielig zo naar binnen. Dit zijn zulke fijne laarzen. Ze zijn eigenlijk van mijn moeder. En ze rijdt er nog steeds heel erg vaak mee. En je kunt wel zien dat dit niet meer dezelfde kleur heeft. Het was ooit een beetje zo rood-bruinerig. En aan de binnenkant zie je dat nog veel erger. Want hier is dus echt de kleur vanaf. Dit kun je ook niet meer oplossen met schoensmeer. Dit is gewoon helemaal eraf gesleten. Mocht het nou een keer doorslijten, dus dat er echt een gat in komt, dan kun je dit gedeelte van de laars wel vervangen. Dus je kunt hier nog heel erg lang mee doen. En dat komt voornamelijk omdat ze gewoon hun hele leven lang heel goed zijn onderhouden. Dus deze zijn echt 20, 25 jaar oud. En een soort van monumentje. Mijn tips, mijn verhaal over hoe ik mijn laarzen poets en ook er dan vervolgens heel erg lang mee doe. Deze zijn echt super geliefd, maar deze zijn natuurlijk ook heel erg geliefd. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Als jij nou een hele goede laarstip hebt waarvan je denkt, nou, je hebt het echt niet gezegd of je doet het echt helemaal verkeerd, dit is veel beter. Laat het dan hieronder achter in de comments, zodat je ook elkaar een beetje kunt helpen en misschien mij ook kan helpen. En dat ik dan nog meer kan verbeteren in het onderhoud van mijn spulletjes. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!